In Amsterdam is voor Franse rekening een motortankschip gebouwd waaraan men de naam Kirkuk heeft gegeven. Voor de tewaterlating zijn vele Fransen naar Nederland gekomen, onder wie madame Brunet, die de laatste beletselen zal wegnemen en aan wie volgens een goede traditie bloemen worden aangeboden. De almoezenier van de Amsterdamse haven verricht, en dat is een Franse traditie, de inzegening. Om 4 uur precies op deze bijzonder grauwe voorjaarsmiddag valt de champagnefles tegen de scheepshuid, maar net niet hard genoeg. Desondanks begint het schip direct te glijden. De Kirkuk behoort tot de klasse der supertankers. Hij is 182 meter lang, 23 meter breed en bijna 13 meter hoog. Met zijn meer dan 24.000 ton is hij de grootste tankboot die ooit van een Nederlandse werf van stapel liep. En dat laatste deed hij zonder enige hapering.